Voordat ik met de expertopleiding begon, was ik al een tijdje bezig als VA. Maar zat ik echt heel erg in de uitvoerende werkzaamheden. En ja, het was voor mij heel belangrijk om te kijken van hoe kan ik nou die stap maken om nog meer voor mijn klanten te kunnen betekenen. En ja, daar wat meer structuur in aan te brengen. En ik merkte dat ik heel veel moeite had om zelf echt uit die uitvoering te komen en dat ik daar echt hulp bij nodig had. Ik voelde dat ik iemand nodig had die mij het perspectief kon laten zien waar ik naartoe kon groeien en wat er allemaal mogelijk was. En ik weet inmiddels dat je vaak daar iemand anders voor nodig hebt die jou helpt om te zien wat er allemaal mogelijk is. Wat het programma me met name gebracht heeft is dat ik een stuk uit de uitvoering gekomen ben. Ik verkocht toen alleen maar losse 10 rittenkaarten en heel oneerbiedig gezegd was het mensen gooiden hun werk over de schutting en ik regelde het wel. En nu werk ik veel meer in vaste trajecten met mijn klanten en kan ik gewoon veel meer voor mijn klanten van waarde zijn. Ik heb met name de samenwerking met mijn bestaande klanten eigenlijk omgezet in meer structurele samenwerkingen waarin ik gewoon veel meer voor ze kan betekenen. Dus ik heb met name bij mijn bestaande klanten echt de omslag kunnen maken om gewoon veel meer sparringpartner mee te kunnen denken in hun bedrijf en welke stappen nu voor hun nodig zijn om te kunnen groeien. Wat er zo bijzonder is aan Danielle en aan de expertopleiding is dat eigenlijk alles daarin samenkomt en dat je alle facetten van het online business leer je bij haar. En het is echt van begin tot eind, dus van strategie, marketing, grip op je cijfers, content, alles komt daarin samen. En daarnaast is bij haar ook heel belangrijk dat je gewoon het echt op je eigen manier doet en dat je ook altijd blijft kijken van wat past bij mij. En dat vind ik daar heel bijzonder aan. Ik zou de expertopleiding aanraden aan iedereen die eigenlijk nu als VA werkt en nog meer wil helpen hun klanten om te groeien. En met name om gewoon echt weer naar het volgende niveau door te kunnen groeien en nog meer die A-player te worden. En nog veel meer van waarde te kunnen zijn voor je klant, waardoor je niet alleen maar tijd bespaart aan de klant, maar waar je de klant echt helpt om door te groeien naar het volgende niveau.